Een nummer dat we regelmatig op straat hebben horen zingen, dat op de nationale radio wordt gedraaid en dat het meest catchy is. Hilarisch en sterk, superfris geproduceerd. De winnaar van categorie Beste Song 2018 is... Merel, lekker, lekker, lekker. En ik ben morgen jarig. Dus het is echt een topweek. En dan ook nog deze prijs winnen, dat is echt... Echt, het is een kers op de taart. Alle genomineerden hebben op hun eigen manier een grote dosis energie. Maar deze act draait helemaal om het live element. Hard, snel en overtuigend. Qua energie ongeëvenaard. Penna! Editie van het Dordts Popgala. Ja, mag je ook verjuichen? Terecht. Het had nogal wat voeten in de aarde om zoiets te organiseren. Maar duidelijk mag zijn dat iedereen dat nodig vond. Dit gala vanavond, deze prijsuitreiking. Want het woord trots is al heel vaak gevallen als het op dit gala aankwam. En dat is terecht. Dordrecht is namelijk trots op alle artiesten die ze afgeleverd hebben de laatste jaren. En erkenning is belangrijk, omdat die muzikanten, die artiesten, mogen weten wat ze teweeg brengen. Muziek is belangrijk. Het inspireert. En niet alleen de nieuwelingen en de al wat oudere artiesten onder jullie. Maar ook, niet te vergeten, de luisteraars. He was just a scared old man, trying to find one last dream. Kijk er eens. Nou, Nico heeft al heel veel over Michael verteld. Het filmpje spreekt boekdelen. En ik wil alleen maar zeggen dat hij ongelooflijk trots zou zijn als hij dit zelf vanavond in ontvangst kon nemen. Het was een geweldige vriend. Ik ken hem vanaf eind jaren 80. En een superartiest. Dank jullie wel allemaal. Ik geef de microfoon aan jou. Ja, nou dankjewel. Ja, wat een fantastische stad leven wij toch. En wat een mooi talent hebben we in de stad. En wat mogen we trots zijn op onze stad. En... wat veel parels hebben in onze stad. En ze zeggen vaak dat we nog te veel verborgen parels hebben in Dordrecht. Maar we zijn echt de laatste tijd bezig om die oesters even flink open te maken. En te laten zien wat we in huis hebben. En als ik nu zie wat jullie dan hier voor mooi gala weten neer te zetten. Ja, dan moet je eigenlijk constateren dat jullie niet alleen die oesters uit die... die parels uit die oesters halen. Maar die jullie gewoon ook een mooie ketting van maken. En dat trots dragen om te laten zien van kijk eens wat fantastisch mooi talent hebben we hier in Dordrecht en wat zijn we hier goed bezig. En we hebben nu ook dit jaar samen weer genomineerd voor de evenementenstad van het jaar. Nou dat zag ik nu ook mooie festivals. Dat is ook iets waar we hebben echt zoveel om deze stad trots te zijn. Dus ik vind het een eer om dan nu bekend te mogen maken wie die grote hoofdprijs gewonnen heeft. Voor de Dordtse Popprijs van 2018 heeft de jury gezegd: duidelijk de nieuwe ster uit Dordrecht. Bewijst dat het in zich heeft om heel ver te komen. Valt landelijk op als originele en eigenzinnige Nederlandstalige popact. De winnaar van de Dordtse Popprijs 2018. Dat jij er nu zelf eentje mee naar huis kan nemen en eentje bij je moeder op de schouw. Eentje voor mijn vader en voor mijn moeder dan. Ofzo. Nou jongens, dat had ik echt niet verwacht. Nee, kijk, lekker met de mijne, dag.
dacht ik, ja, kat in het bakkie. Maar jongens, nee, ik zat nog te grappen te maken, want ik ben morgen dus jarig. Ik zei, als ik win, ja, we gaan het dus doen, ga ik gewoon met mijn vrienden, ga ik gewoon heel veel geld uitgeven om een heel leuke verjaardag te vieren. Maar dat ga ik dus doen morgen, of ik ga, want ik moet ook nog geld aan videoclip. Ja, ik sta ook echt enorm in het rood. Dus eigenlijk ben ik zo, ik vind het zo tof dat jullie me deze prijs geven. Want het kost zoveel geld. Als je geen label hebt, als je het allemaal alleen doet, kost het echt allemaal heel veel geld. Dus die ben ik zo... Ja.